Dit is een voorbeeld van de creativiteit van Chinese kunstenaars. Iedereen kent de Venus van Milo uit het Louvre, een wereldbekend beeld. En de Chinese kunstenaar heeft hier een werk gemaakt waarbij hij schoolkinderen heeft ingeschakeld. Hij heeft eigenlijk de opdracht gegeven aan die schoolkinderen. Vertel nou eens, of laat nou eens zien wat een panda is zonder het woord panda te gebruiken. En die school die was niet zo ver van een boerderij waar reuzenpanda's leefden. En ze hebben toen het idee gehad om een panda-poep te gebruiken om een kunstwerk te maken. Panda's eten bamboe en in enorme hoeveelheden. En wat ze uitpoepen, dat is ook een enorme hoeveelheid. Nou, daar hebben ze dit beeld van gemaakt en je ziet de restjes bamboe ook nog in het beeld terugkomen. This project is an art plus charity project. Is the project completed now? Is the charity house built? Yes. 46 old people, you know, living in that house, created by the art. Het is echt het verhaal van hoe maak je een kunstwerk in gezamenlijkheid. Dus het is echt het bijzondere van het project en het resultaat is natuurlijk, ja, het is heel opvallend. Het is, ja, is het de Venus van Milo? Ja, het lijkt er in ieder geval op, maar het gaat vooral ook om de samenwerking die tot zoiets leidt.